Ja, vorig jaar was het net iets lastiger parcours, denk ik. Ook de eerste rit. Toen hadden we echt wel koers gemaakt. Vandaag was het ja, iets meer uitgesproken massasprint, denk ik. Maar ja, opnieuw zoals gisteren deed het heel goed met de ploeg. En ik ben blij dat ik vandaag mijn timing net iets beter doe en dan zo kan afmaken. Ja, vanaf die eerste keer Kerkstraat, ja, zetten jullie aan met de ploeg en willen jullie echt wel koers maken. Was die goesting om vandaag ja, te koersen harder dan de wedstrijd te controleren? Ja, het parcours leent er wel toe, maar ik denk het parcours van vorig jaar was net iets selectiever. Ook de plaatselijke rondes waren vrij lang, dus ja, ik kon wel koers maken, maar eigenlijk nergens heen. Dus dan maar gewoon focus op die sprint. Wat dat we met een heel goede ploeg hier zijn voor de sprint, dus ook terug wat routine opbouwen. En, ja, net zoals gisteren liep dat eigenlijk heel goed. We vinden elkaar de laatste kilometer en we kunnen echt het voortouw nemen. Dus ik ben wel blij hoe het gaat met de ploeg. En ik ben ook blij dat ik kan bedanken mijn overwinning. Jasper Philips, congrats with this win. Yesterday you finished second, today the positioning was way better. How do you feel after this win in Scherpenheuvel? Yeah, feels nice always to win, and definitely after a long period without racing. So yeah, I'm happy we're all in good shape and we can do our thing in the final with the sprint lead out. So all things are going smoothly towards some important next goals.